Nog zulke gepassioneerde Foker. Ja, ook iemand waar, waar je uren mee kan praten en die veel kennis... Hij heeft ook juist dat mooi accent. Ja. Om ja. Een ander dan dat van u, maar ook mooi. Ja, dank u. Fantastisch mooie hengst. Pof. En vermogen. En ik moet zeggen, in Lier was de hengst misschien nog iets gespannen, maar vandaag is hij dat niet, lijkt mij. En springt hij nog beter dan in Lier. Nog zo'n jonge ruiter, Gilles Van Amme. Een heel gemotiveerde kerel die elke dag hard werkt aan de paarden, aan zichzelf. In loondienst van de familie Teeuwis. En nogmaals uit een goede stam. Jawel, moeten we het misschien ook even over hebben. De moeder bestseller 111 set is Bamako de Muze. Het Dersenaat 111. Emke. Ja, in 150 paard. Ook moeder van verschillende hengsten die we in de hengstencompetitie al gezien hebben. Zoals Hamilton, die geboren was als Bart 111 set. En Bullseye 111 set, de winnaar van de 7-jarige tijdens de eerste manche in Lier. Ja. Dus dan is het verhaal gesloten. De cirkel is rond. Een mooie voorstelling van Extreme 111 set.